En ik zeg je eerlijk, eerst was ik nog niet eens bezig met wat erop werd gezegd. Ik heb het echt twee, drie keer gereplayed, want het begon zo lekker. Ik dacht, ja man. Mm -hmm. Uiteindelijk kwam Future eerst heel lang, dus er gebeurde ook niet veel. Maar bij Kendrick dacht ik, oh, gaat het nu beginnen? <laughs> want wat zei eigenlijk op die poeken, ik ben het al vergeten. Is niggas en about <laughs> the next. Zo begint hij. Ja, kom broer, broeien man. Hij zegt gewoon, motherfuck the big Tree. Laat ja. dat. Het is alleen maar... Big me. Ja. ja man, moeilijk. Waarna Drake, hoe lang had hij gedaan? 22 dagen over reactie? Ik denk dat deze battle al heel lang in de maak is. Ja, ja stond daar geschreven toch? Ja. Sinds Control eigenlijk. Yes. Jij bent ook een vervent Joe Budden podcast luisteraar. Mm -hmm. En Joe Budden is altijd iemand geweest van... Jou. These two don't like each other. Ja, Boogie Man moeten, gaat op een dag voor hem komen. En ze moeten een keer tegenover elkaar staan. Hij moet ja. een, Drake moet een keer reageren. Ja. Dat, is, dat is het sentiment eh, altijd al ja. geweest, al die jaren. En wat ik mooi vond bij Like That... is zeg maar dat uh, die deluxe versie van Drake's laatste album... Mm -hmm. dat waren allemaal heel veel rap tunes... waarin hij heel veel zei. Niemand wist waar het echt over ging. Oh ja, klopt. And it all made sense. Ja, ja, van ja. yo, weet je? They're teaming up. Het was een soort van... Hij zei ook letterlijk: van je gaat later dit terugluisteren. En dan, snap je het. En dan ga je. En dan ga je snappen wat ik zeg. Ja. Ja. En ik zeg je eerlijk, het is niet zomaar dat zoveel mensen ineens op je zijn. Want ik geloof dat verhaal niet van: oh, hij is de grootste. Dus ze zei Loes. Dus ik geloof dat niet wat. Maar ja, nu praat ik over mannen, ik ken ze niet. Ja, Mensen, ja, daarom. Dit is puur ja. speculatie. Want yes. ik haat ook mannen die ja. gewoon praten alsof ze ze echt kennen. Ja, 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 ja. Ja, laten we uitzoomen. Laten oh, we uitzoomen. Puur speculaar. Ja. Ik, ja. ik heb persoonlijk wel altijd naar Drake gekeken als iets aan jou klopt niet. Ja, en iets aan jou klopt het niet. Het is die ontwikkeling van RB, hip-hop rapper, acteur, gevoelige guy, hahaha, ha, ha, naar tough guy, yo, jobs. Maar ik heb, heb backup met me en ik heb weet je, de Six. Die, 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 die persoonsverandering hebben we gezien. Yeah. Van waarom ben je opeens een topbody? Yeah. En dat hij zo extreem veel power heeft. En tegelijkertijd misschien cringe momentjes heeft gehad. Of aparte momenten heeft gehad. Best wel. Waar heb je het over? Je hebt het over de, de Six. Uh, wat bedoel je? Neem met aparte momenten aparte momenten um, 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 nou ja gewoon dat, dat 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 hele ding met dat hij op jonge meisjes valt dat ja. dat heeft dat heeft zich wel een soort van dat, dat op jonge meisjes pas, valt maar, ja, dat, dat ze mijn culture foutje vinden maar dit roepen ze ook echt al jaren ja. van hij neemt zeg maar de hele tijd een hype van de artiest ja, weet je, weet je dus, dit is dit vind want ik twee kanten. ben je, inderdaad ik ook want ik denk ja. dat, ik ben liefhebber van beide van mm -hmm. kendrick en van van Drake. Mm -hmm. maar Natuurlijk ben ik niet fan van alles van Drake. Mm -hmm. Dus, maar, weet je of de allegations kwamen dat hij een Ghost Rider had? En mm -hmm. dan kijk je anders naar hem misschien van hé. Hey. Maar ik, niemand kan mij zeg maar vertellen dat die timestamp tricks, dat hij dat zelf niet schrijft. Of dat hij back-to-back niet zelf heeft geschreven. Of whatever. Je weet ik denk dus, dat hij wel writers voor grote hits erbij roept. Precies. En dat nou, en Dat, dat mag. Gek. Voor ja. mij. Yeah. Maar als het gaat om, om zijn MC shit, doet hij ook gewoon mee. Al die jaren vind ik dat hij gewoon meedoet, ook al zijn die allegations daar. En. Um, en dat heeft eigenlijk altijd een soort van tegen hem gewerkt. En ook wat je, wat je zegt toch, van iedereen kijkt naar Drake omdat hij de grootste is. En omdat hij meedoet op verschillende, in verschillende genres. Mm -hmm. Dat hij misschien even een uitstapje maakt naar UK. Even een uitstapje naar dans. Zelfs naar bachata of zo. Of uit de muziek. Bij de funk, ja, ja. Dus ik denk dat, dat Drake het spelletje op zijn manier uitspeelt. Mm -hmm. En dat heel goed doet. Ja. Maar waarom ik hem nooit helemaal een foto zou kunnen noemen, is omdat als hij komt, laat hij ook wel iets achter of zo, toch? Dus hij helpt de persoon in kwestie eigenlijk ook soort van een beetje met hun carrière. Ja, precies. Ja, zijn voorbeelden? ja. Nee, ja nee, maar vind je dat dat echt iets is? Want als ik bijvoorbeeld een, een Nederland ben en ik ga ja. naar Suriname en ik bezet daar allemaal dingen, maar ik geef mensen wel oh, Junta, bro. Ik laat wat mensen zei, wat daar, dan, wat Maar ik geef mensen daar werk, dus. Dit nee, is je daarvoor. Ja, ik, ga, ik ben Nederland. Ik ga naar Nederland, Ik ga naar Suriname. Ik bezet bijvoorbeeld brokoponde in uh, ja. in het binnenland. Ik bezet dat. Ik alle resources neem ik. Alle resources neem ik, maar ik geef die mensen wel, Junt, Ik betaal ze wel uit. Nee, dat ja, is niet wat Hij shines a light also, hè? Eh? Uh, helemaal niet wat Drake bro. Hetzelfde bijvoorbeeld met zijn hele nieuwe model dat hij precies Smino nadoet. Ik heb hem nergens horen zeggen: Shout out naar Smino. Voor die oh, hele nieuwe niet, vibe waarin hij in zit. Met zijn haar, met zijn outfits, met zijn stijl. is oh, ja. allemaal letterlijk Smino. Dat oh, <laughs> weet, weet ik dat niet. Daar kan nee. ik niet over meepraten. <laughs> maar lop, ja. wat ik wel weet is, bro. Kijk, je kan hem 100% een coaching-foutje coach noemen. Dat, dat speelt al jaren. Maar haar, aan de, aan de andere kant, inderdaad, hij schijnt wel licht op heel veel artiesten. Hij geeft mensen wel podium, carrières. Hij yo. geeft mensen carrières, hij geeft mensen podium. Yeah. Dus bij Drake vind ik het ook vaak wel van, maar als hij het niet deed, dan was het van hij gun niemand podium. Yeah. Yeah. En als dus hij dus het wel doet, is, is, hij, is hij een coachervoetje. Want hij heeft dan tracks met Jay Haze, geeft hij een, een, een gigantische hit, mm -hmm. tapt in. Bro, uh, heeft, George Smith, kennen we George, George niet, Smith, kennen we niet? Maar hij heeft een storm. En nu Hattie. gaan comments komen van, ja jullie kennen George Smith niet voor. <sat> niemand kende George Smith voor Drake. Kappen nou. Ja, of ik serieus. zou niet niemand zeggen: wow, hey, bro, publiek mm. is breed, hè? Het publiek ja, is breed. Mensen zeggen als je, ook dat Wistje groot is. Ik, door, ik denk dat zelfs door door die jay, mensen die, die, die er wel kennen, snap het zegt. Nee, precies. Maar dus ik vind. Ik, lastig, 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 lastig. Bijvoorbeeld. Potter, Baby. Potter Piper had het vandaag ook erover, ja. of had ook een, een, een soort uh, comment gemaakt van Wie? hij is gewoon een de Piper. Spite. Ik had voor de favor. For de favor. For de favor. <laughs> ik weet niet wat dat Nee, nee, nee. Voor de favor had uh, I mean, vandaag <laughs> ook een soort comment gemaakt van: eh hey, ja, die man is een cultuurfoutje en dit, dat, ze zo. So. Hij DM's Young Girls. Hij DM's Young Girls. Ja, zij ook, inderdaad. Waar ik. Nee, weet je wat, daar komen we seks. Daar komt okay, straks. Okay, okay. Denk, maar nogmaals, ik denk dat Drake overal wel uh, heeft gegeven ook. Dus mensen zijn er na hem ook vaak beter, wat je zegt, carrières. Ik denk dat mensen zijn ook beter uitgekomen, ja, oprecht. Bedoel, ja. Ja. Sommigen dat niet, sommigen niet. Wie dan? A young Blue, bijvoorbeeld. Bro, die man heeft zelfs een tune gemaakt met Blockboy. Ja. 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 Waarvan maar, mensen zeggen, waarvan mensen dus zeggen, jij checked in daar voor die validatie, voor yo I'm still checking the streets and you're out. Kan. Maar dit kan je van beide kanten kan bekijken. Je kan egoïstisch kan zijn ja. ja, ja. en met niemand werken. En ik vind het juist hard dat Drake dat soort mensen een shot geeft. Ja. En hij is uiteindelijk aan een Blockboy. Daarom vind ik die ar dat argument super kakker. Door te zeggen van ja, hij pakt mensen een saus, hij rent weg. Nee. Nee. nee, hij geeft mensen een shot. Ja. En als een Blockboy JB daar dan niet meer levert, dan houdt het op. Ja, ja ik, ik ben daar net van de, van de andere kant. Want je hebt heel veel mensen die zijn van. Uh, dat Drake, dat Drake niemand nodig heeft. So, en ik ben juist van, bro. Als hij ja, al die me mensen nodig. niet had. Als hij future niet had. Was hij niet zo aan culture-wise. Als dat hij nu is. Yo. Dat ding man. is. Drake Yo. begint echt ik ga, je Drake ik ga je onderbreken man. Drake probeert culture te winnen. Hij is niet van. Okay, die snap super, ik. Dat ja. hij op een strategisch bord van. Ja, we moeten nu die trap. Atlanta trap moeten we nee, nu pakken. Ik, ik, ik heb niks over Future. Atlanta. Ik heb heeft kapot veel aan Drake gehad, hè. Bro, don't get it twisted, ja, maar, maar, maar ik zeg meer. nergens dat dat niet zo is. Maar, maar meer dan. wat ik net zei? Het is uiteindelijk altijd de hm. wisselwerking, bro. Het is ja, altijd nee, maar een bro, Dit probeer ik oh, uit Die nigger heeft ons, man. Mm, wat? <laughs> <Drinkers. laughs> nee, bro. Dringares! We lopen hier te discussiëren. In Nederland! Nederland. <laughs> Over een <laughs> goer uit Canada! Uh, uh, yeah. Hier! Nee, uh, yeah. hey, nee, man. Ja, we, <laughs> we, gaan we moeilijk, man. We gaan moeilijk. Als maar... Het is echt zo dat je dingen op internet doet. Dat moet je op internet bespreken. Dit is puur speculatie. we kennen die mannen niet, hè? Die, ja. mannen die mannen niet. En dit is, niet. is opinie gebaseerd. Okay. Maar, maar het is smart ja, ja. toch? Maar ja, kijk, het is misschien omdat ik heb Drake altijd als die goofy gezien van die man is, oh een witte kill Die toevallig half huh is. Half blakke man. Mm. En hij wil gewoon die niggas, gewoon Meetrekken. Van ja, maar ik ben één van jullie. Huh. Die vibe heb ik bij hem. Dat, dat snap ik. En ik vind en, Drake ook wel echt een guy. Die. Je kent, gewoon, je kent gewoon, iedereen kent guys, zeg maar. Die gewoon een beetje tof of stoer of beter in het leven zijn gestaan. doordat ze faam hebben gekregen. Ja. En zich nu echt, zeg maar, ja. wat voelen. Terwijl, bro, we kennen jou. En jij bent ja, ik hou en niet van ben, die ja, kills, hè? Ja. Ja, exact. Zij die kills, ze willen ook goed zijn met iedereen. Ik kan niet met precies die goed bro, willen zijn bro, met bro, iedereen. We, we kennen jou <laughs> en we weten Tevele. dat jij dit, dit niet bent. Maar je ja. hebt nu. 50.000 volgers en je bent je sterke die ja. guy. Dat is wel ja. de vibe niet om die, die ik bij die, niet om die guy te zijn, maar ik heb mensen uit Toronto gesproken, want dat is de eerste vraag die ik in mijn hoofd heb als ik met <laughs> mensen uit Toronto spreek. Oh. Niet, niet dat ze hem kennen, maar van, van waar, waar komt die Eerst guy je vandaan? Ik, ik loop je! Nee, 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 nee ik maar ik niet eens dat ik zeg maar een soort van op nee, onderzoek uitga, ja, maar als ik Toronto hoor, ik denk instantie aan Drake van hij zet het zo op de kaart. En dan met die mensen heb ik dan, dan, dan ga je over muziek praten, dan gaat het heel snel naar Drake toe. En ja, dan is die ja. vraag snel van, is hij nou echt, weet je, wat, wat voor guy was dat? Hun maken hem echt mee als een jongen uit de stad, hè? Ja, ja. Stel, en je podeert die Drake kwam uit Amsterdam en hij was zo groot, ja. wereldster, dan kunnen wij bij wijze van spreken kunnen zeggen van, hé, hey, maar dat is gewoon die wat guy die uit die wij kwam. Ja. Wat is het antwoord? Ja. Wat is het antwoord, het is, antwoord is, is, van deze man was een hele uh, amicale uh, um, um, acteur. Van hij was die guy die zeg maar heel. Hij acteerde, theater. Hij maakte muziek, rap. Hij was een hele creatieve, mm -hmm. spontane. Lieve guy, maar geen Goon. Nooit. Street. Ja. Maar nu doet hij wel. Goon -ish. Die evolutie heeft hij gemaakt, ja. Yes. Omdat hij heeft ook in interviews gezegd. toen hij die gevoelige guy was. Hij vond die jokes echt niet leuk. Dat mensen hem zagen als die. Want er waren al die Drake-memes vroeger gingen over ja, dat hij. Drake is de type, uh, ja, type... Ja, je? Ja? krijgt hij nog steeds. Krijgt hij nog steeds ja. en dat en hij nou toch, echt niet tof van. Ik, ik vind wel geniaal dat hij zich daaruit heeft gewerkt hoor. Toen ja. ja, want heel veel mensen die ook zijn op internet, die Drake fans zijn, die kennen die kant een soort van... Die kennen, die kennen Take Care van de muziek, ja. maar die kennen niet die hele era van Persona. hoe Drake in, ja. de, in, in, in de scene was destijds zeg maar en... Nu deze beef gaan is, hebben jullie ook veel fragmenten van hem gezien uit die Degrassi-tijd? Ja. Mm, dat ja. hij uit eten gaat. Ja. Of dat hij, dat hij, dat <laughs> ja. hij, dat wordt zeg maar de hard R, dat je denkt van... Mm, nigger, bro. Is, is een andere... Bro. Maar ja, maar kijk, daarom snap ik wat, wat Yuki zegt, van hij heeft overal wel een beetje, wat Kendrick ook in die diss zegt, hij heeft overal een beetje iets gepakt om zichzelf weer neer te zetten als... Die guy en natuurlijk zijn 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 omgeving, je hebt toch hij heeft wel sterke mannen om zich heen en ik hoor. a payroll? Ja, mm. payroll of niet, maar ja, hij heeft echt sterke mannen Mob om zich birds. heen. In Toronto heeft hij ook echt de de, de bro, mensen gaan naar hem. Ik moet dus ik moet het land binnenkomen. Hij ja? doet de calls. Ja, bro. man. Hij ja. doet de calls. En daarnaast hij heeft hij ook power. gewoon heel veel ja. Ja, gangs. Jij toch die voor een affiliated zijn ja, en die man. voor hem rennen en voor hem ja, klaar zijn. Dus, Is dat zo? Dat is zo, man. Ja, man. Dat <laughs> is zo. Horen zeggen. Man, dat, dat, horen dat, zeggen. Hey, je moet uh, altijd ga... dus zeggen, je hoort dat. Uh, ik hoor dat. That, allegedly. Allegedly. Yeah. Ja, dat. Oh, ik, ik, ik. haal het om die kantje. I talk to people from Toronto by the way. Ja. Ja, het is wel gezet, bro. Ja, maar... Ik heb dat gesprek. Van Toronto. Maar dit bevestigt. Dit bevestigen ze ook. Van, maar hij is nu. Ja, maar broer, maar ik heb ook het weer. wil geen ruzie met broer? Hij ook... zij gedaan. En maar Kendrick is ook protected, hè? Hé, wacht, gewoon. Oké, maar niet. Oké. Oké, okay, laten we over die disses praten, maar mm -hmm. voordat we beginnen wil ik weten wie jullie vindt dat wint.